Goedenavond iedereen, mijn naam is Lisa Asselbergs. Ik ben Miss Wellness Media 2019 en we zijn hier vanavond aanwezig op de persvoorstelling van Miss Wellness Beauty. Ik heb hier Maxime bij mij van België. Dag Maxime, jij hebt een eigen zaak? Ik ben zelfstandig in bijberoep, ja, als schoonheidsspecialiste, maar eigenlijk specialisatie in make-up en wimpers. Oké, heel interessant. We hebben hier vanavond al van alles te horen gekregen over het prijzenpakket. Er zit een hele mooie reis bij. Reis jij graag? Heel graag. Ik heb eigenlijk de laatste 4 maanden elke maand een keer op reis gegaan. Dus heb ik alles mooi gepland. En nu is het eigenlijk het eind van het jaar. Dus volgend jaar zie ik er inderdaad heel hard naar uit voor eigenlijk ook wel samen op reis te gaan met de kandidaten. Maar ook wel misschien de extra reis die erbij komt. Dus dat is wel mooi. En wat voor reizen doe jij zoal? Dat is heel variërend. Ik ben bijvoorbeeld naar Milaan gegaan. Ik ben ook naar Rome gegaan. Barcelona heb ik gedaan. Ik ben ook bijvoorbeeld naar Dominicaanse geweest. Dus dat was echt wel om te ontspannen. Dat was wel echt heel leuk en heel mooi om te zien. Dus eigenlijk van alles. En zoek je dan ook de beauty op in elk land? Of is het echt gewoon genieten op vakantie? Het is eigenlijk een beetje te beide. Sowieso, als wij eigenlijk eens naar de stad gaan, gaan we toch wel af en toe eens die lokale winkeltjes binnen, omdat het toch wel leuk is om te ontdekken wat zij daar eigenlijk verkopen. En meestal koopt er wel iets in mijn handtas terecht. Zalig. Wat zijn je plannen voor na deze verkiezing? Na deze verkiezing is het natuurlijk heel leuk om te kijken waar ik dan sta. Ik wil ook wel verder gaan uitbreiden in de make-up. Is altijd wel leuk omdat je daar ook mee kunt reizen. Dus misschien ook wel het idee daar naartoe. Dus dat is misschien wel het idee. Eventueel ook, je kunt cruisen doen ook als schoonheidsspecialiste. Zou je dat ook zien zitten? Dat is ook altijd wel leuk, dat heb ik nog niet gedaan. Dus wie weet, ja, een top idee misschien. Ja, oké, dankjewel alleszins. Veel succes met de verkiezing en bedankt voor het interview. Dankjewel.